Hey, hallo en welkom bij mijn eerste unboxing video voor Ziggo. Vandaag pak ik de nieuwe Ziggo Wifi Booster uit. En zoals je ziet, ik heb hem nu nog in de postverpakking en ik ga hem eruit halen. Ik vind het wel heel spannend, want ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Ja, dit is natuurlijk alleen de doos. We gaan eens even kijken wat er in de doos zit. Nou, eens eventjes openmaken. En daar komt hij dan. Voilà, de Wifi Booster. Er zit een handleiding bij. Nou, die leggen we gewoon even aan de kant, want die leest toch niemand. Nog wat kleine papiertjes. En wat hebben we hier onder het doosje? Nee, dat laat ik nog even zitten. Ik pak eerst even de Wifi Booster uit. Nou, ziet er leuk uit. Klein, lijkt een beetje op de Connectbox. En ja, nou, ziet er goed uit, toch? Hier onder... Oh, eens even kijken. Ja. Hier hebben we een UTP-kabel. Dat is een kabel voor je internet. Erg lang, moet ik zeggen. En wat hebben we nog meer? We hebben nog een ophangbeugeltje. Dat is wel heel erg handig. En natuurlijk de voeding. Ja, die moet er ook bij. Nou, we gaan eens eventjes kijken in de verpakking. Eens even openscheuren. Dat zit allemaal wel heel goed verpakt. Dus ik moet echt even... kracht zetten, maar dat lukt wel. Nou, het ziet er mooi uit. Het is echt net de Connectbox, maar dan wat kleiner. Zie je? Zo ziet hij eruit. Nou, is toch echt best wel netjes. Nou, ik heb hier het voedingskabeltje. Nou, ziet er ook wel goed uit. Nou, zoals de rest. En hier zo het inplugje. Nou, die steek ik hier achterin. Voilà. En die zit. Nou, handig. En eens even kijken. Dan heb ik hier nog een ophangbeugeltje. Vind ik zelf altijd wel heel erg handig. Die kan ik dus aan de muur en dan aan de onderkant bevestigen. En dan kan ik hem zo aan de muur hangen. Nou, niet slecht. Al zeg ik het zelf bij het eerste uitpakkingsfilmpje. Ja, nou, dit is dus de Ziggo Wifi Booster met een UTP-kabel. En natuurlijk nog de handleiding. Toppie! Ik heb de Wifi Booster klaar liggen om aan te sluiten. En we hebben een aan- en uitschakelaar. We hebben daarboven een internetingang en een internetuitgang. We gaan eerst de voeding aansluiten. Die steken we dus zo erin. Daarna steken we de UTP-kabel die vanuit de... router van Ziggo komt. En dan in de gele stop je dan weer een UTP-kabel die naar je eigen computer gaat. Dus dat moet je dan nog wel even doen. Ik zet hem voor je aan. En als het goed is gaan dan de lampjes branden. En als die brandt, dan doet hij het. En zolang de onderste statusbalk wit blijft branden, dan is die klaar voor gebruik en actief. Nu zijn we aangekomen bij het installeren van de Wifi Booster. Als je deze hebt aangesloten op je computer, open dan je internetbrowser en ga naar http://wifi.booster. En let op, geen www ervoor. Kies voor de eerste keer de taal om mee verder te gaan. En klik dan op volgende. Het standaard wachtwoord die je nu moet invullen staat op de sticker onderop je Wifi Booster. Vul deze in en klik op volgende. Nu is het mogelijk om je huidige wachtwoord direct te wijzigen. Zo maak je de Wifi Booster extra veilig, dus wel doen. Even twee keer invullen en dan op volgende klikken. Ben je nu niet helemaal thuis in al die Wifi instellingen, dan kan je met behulp van deze programma je Wifi instellingen van je Connectbox kopiëren. Wel zo makkelijk natuurlijk. Alles is nu veilig en je ziet nog even je nieuwe wachtwoord. Voor wie de wifi-instellingen niet heeft overgenomen en deze nu wel zelf wil installeren, wil ik graag even helpen. Daarom log ik nog één keer met je in op de Wifi Booster. Ziggo heeft de Wifi Booster lekker makkelijk gehouden en daarom zijn er maar drie opties in het menu. Home, wifi-instellingen en beheer. Ik kies voor wifi-instellingen en dan beveiliging om de wifi-naam en het wachtwoord aan te passen. In de vaktermen spreken we over SSID.
Klik op de draadloos signaal en schrijf in het vakje wifi-naam SSID de naam die jij wilt gebruiken. Ikzelf gebruik altijd twee verschillende namen, maar de meeste mensen willen graag 2,4 GHz en 5 GHz dezelfde naam geven. En dat kan ook. Zodra je de naam hebt gewijzigd, klik je op instellingen opslaan en dan gaat hij het opslaan. Soms kan het even duren, maar bij mij is het al wel heel snel klaar. Kijk, nu is het al klaar. En in mijn instellingen van mijn computer zie ik mijn eigen wifi 2 en eigen wifi 5. Maar nu wil ik natuurlijk ook het wachtwoord gaan wijzigen, want dat moet wel een sterk wachtwoord zijn, zodat hackers mijn wifi niet kunnen hacken. Gebruik hier dus een goed wachtwoord en niet zo'n raar wachtwoord als dat ik erin zet, maar goed, je snapt wat ik bedoel. En dan gaan we dat invullen. We vullen dat ook daarin. En dan klikken we weer op instellingen opslaan. En dan is het opgeslagen. Voilà. Je wifi booster is nu eigenlijk klaar voor gebruik. Ik laat je nog even beheer zien, want onder beheer kan je nog het standaard wifi booster wachtwoord wijzigen. Het standaard wachtwoord heb je daarnet de eerste keer al gewijzigd en al aangepast, maar mocht je dat willen, dan kan je het alsnog aanpassen. En mocht je problemen hebben met je wifi booster en of een keer willen herstarten of misschien wel een nieuwe firmware versie erop zetten, dan kan je dit regelen onder het kopje opnieuw opstarten. Ik hoop dat je er wat van vond. Dit was mijn eerste uitpak- en uitlegfilmpje voor Ziggo. En ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt. En heb je nog vragen? Ga dan naar de website van Ziggo. www.ziggo.nl/wifi